Nederland onder leiding van Colijn. Hoe Nederland omging met de wereldcrisis en de aanpassingspolitiek. Nederland was in de jaren 30 net als nu een handelsland. En als handelsland is het erg handig om goede contacten te onderhouden met andere landen. Dit vergemakkelijkt immers de handel. Begin jaren 30 steeg ook in Nederland de werkloosheid en daalden de belastinginkomsten. Colijn, minister-president van ons land, vond dat de uitgaven van de overheid moesten worden aangepast aan die verminderde inkomsten. Dat hield in bezuinigen. Hij noemde die bezuinigingen de aanpassingspolitiek. Als er minder binnenkomt, kun je dus ook minder uitgeven. In 1934 had 25% van de bevolking in ons land geen werk. Dit hield in dat veel mensen gingen leven van de steun. Wat moest je daarvoor doen? Je moest meerdere keren per dag gaan stempelen. Op zwart werk stonden hoge boetes en controleurs kwamen bij werklozen thuis om te kijken wat ze nog hadden. Waren je kleding nog in orde en waren je schoenen nog goed, kreeg je bijvoorbeeld geen geld om nieuwe schoenen te kopen. Als je niet wilde leven van de steun, kon je jezelf aanmelden voor werkverschaffingsprojecten. Dit waren bijvoorbeeld het ontginnen van heidevelden, het kappen van bossen of het uitdiepen van de haven van Rotterdam. In tegenstelling tot in Duitsland was er in Nederland veel meer vertrouwen in de regering, maar dat wil niet zeggen dat er in Nederland geen mensen waren die niet naar Duitsland keken. Wij hadden ook nationaal-socialisten en die hadden zich verenigd in de nationaal-socialistische beweging onder leiding van Anton Mussert. Hier is een foto te zien van minister-president Colijn ten tijde van de economische crisis. En hier zie je het ontginnen van een heideveld in het teken van de werkverschaffing.